Verhuis op Schagen. Echt alles voor jouw verhuizing. Omdat dit jaar alles anders gaat dan in andere jaren en de Koningsnacht van de Ronde Tafel Schagen niet kon doorgaan, moest een andere actie worden bedacht om toch geld te genereren voor hun goede doelen. De Ronde Tafel staat met prachtige kerstbomen voor restaurant Stiel, dat zelf een winterwinkel en chalet buiten heeft met warme hapjes en drankjes, net als de Smitsen en Wonders. Ja, we zijn tot op heden zeer tevreden, Kitty. Het gaat alleraardigst. Je had er 250 besteld, zei je. Hoeveel zijn er inmiddels al weg? Nou, we zaten in de voorverkoop al op zo'n 120 bomen. En ik denk dat we inmiddels gisteren ook nog wel 50 hebben verkocht. Dus de voorraad is geslonken. Maar zoals je ziet hebben we weer wat extra bomen weten te kopen. Dus we hebben nog een hoop te verkopen. Ja, en de opbrengst gaat naar goede doelen. Welke doelen hebben jullie dit jaar? Ja, nou dat zijn er in dit geval 4 in specifiek. Dus we zitten bij de voedselbank. We hebben Stichting Weeshuis Bali. Het zit dan niet hier in Schagen, maar wel door Schagenezen opgezet. We zijn ook bezig met Stichting Babyspullen uit Heerdegewaard. En Sportfonds steunen wij ook. Het zijn ieder jaar andere doelen. Ja, jaarlijks zitten we aan de andere kant van de markt, ook bij Wonders, met een Koningsnacht. Dat kon helaas dit jaar niet doorgaan. Dus dit keer hebben we een andere actie bedacht. En elk jaar mogen goede doelen zich presenteren om hulp te vragen. De doelen die wij dan gaan steunen dat jaar. Dus het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk kerstbomen verkocht worden? Ja, dit is meteen wel een mooie oproep om zoveel mogelijk mensen nog naar Stiel hier op de markt te vragen en te komen om een mooie kerstboom uit te zoeken. Tot wanneer gaan jullie ermee door? Goeie vraag, dat is tot 13 december, dat is een zondag. En we staan hier tot dan dagelijks van 12 tot 8 uur 's avonds. Succes! Ja, dankjewel.